Breda Nu. Breda in Beweging wordt mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Goeiedag, ik ben Jort. De kans is groot dat u deze weken meer thuis zit dan gebruikelijk en minder beweegt. Het is bekend dat op het moment dat we minder bewegen, onze spierkracht en conditie sneller achteruit gaan. En daarom is het van belang om nu in beweging te komen. Wij gaan u daarbij helpen door u dagelijks een beweegprogramma aan te bieden. Dit programma zullen wij u laten zien vanaf 11 uur, meerdere keren op een dag. Gaan de oefeningen niet zoals het moet of vindt u ze moeilijk? Dat maakt niet uit. Doe gewoon wat u kunt. Ga er niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Heel veel succes en vooral veel plezier. Welkom bij een nieuw moment om mee te bewegen met Breda in Beweging. Vandaag gaan we een workout voor de benen doen. We starten zo meteen eerst met de warming-up. Vervolgens gaan we door naar de workout en sluiten we af met de cooling-out. Wat u nodig heeft voor deze workout is een flesje water, genoeg ruimte en zorg dat de ruimte veilig is. De rustpositie die we elke keer aanhouden en waar we zo meteen ook mee gaan starten, is het stappen op de plaats. Dit doen we na elke oefening en die houden we 15 seconden vast. Start maar! Heel goed! De eerste oefening die we zo meteen gaan doen is het flesje water boven de hoofd houden en de knieën maken. En doe maar mee! Hou de knieën zo hoog mogelijk. Heel goed! We houden dit 30 seconden vol. 20 seconden te gaan. Breng de knieën zo hoog mogelijk naar het plafond. Laatste 10 seconden. Heel goed. 5, 4, 3, 2, 1 en stap op de plaats. Bij de volgende oefening zetten we de benen op heupbreedte en gaan we rondspieren. En doe maar mee. Zorg dat je ontspannen bent en dat je benen meedraaien. Laat de armen goed meebewegen. Heel goed. Hou vol. 15 seconden. Netjes. Laatste 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1 en stap op de plaats. De volgende oefening is het zijwaarts stappen. Voorop hier wordt het een iets moeilijkere oefening en gaat die zijwaarts springen. En doe maar mee. Bij Anne kunt u zien dat ze vasthoudt aan de stoel. Vindt u dat prettiger? Dan is dat zeker nog een optie. Hou vol, 15 seconden. Dit rondje herhalen we zo meteen nog een keer. En 5 seconden nog. 3, 2, 1 en stap op de plaats. We halen zo meteen het flesje water boven ons. En brengen de knieën zo hoog mogelijk. 3, 2, 1 en start maar. Heel goed. Breng de knieën zo hoog mogelijk naar het plafond. 20 seconden. Netjes, hou vol. 15 seconden. Gaat goed. We zijn er bijna. 5 seconden. En stap op de plaats. Zet zo meteen de benen weer op heupbreedte. En zwaai weer van links naar rechts. In 3, 2, 1. En start maar. Netjes. Draai de benen mee. Heel goed. 15 seconden. Hou vol. Laatste 5 seconden. 3, 2, 1.
en stap op de plaats. De laatste warming up oefening is zo meteen het zijwaarts uitstappen. We beginnen in 5, 4, 3, 2, 1 en stap. Netjes, hou vol, hou de tempo vast. Zorg dat die hartslag omhoog gaat. 20 seconden. Heel goed. Netjes, ga zo door. 10 seconden. Hou de tempo vast. 3, 2, 1 en stap op de plaats. Zijn jullie een beetje warm? Geweldig. Ja, ik word zo. Gaan we door naar de workout voor de benen. De eerste oefening, alsof je op een stoel gaat zitten en de knieën even maken. We beginnen zo meteen met de rest. En start maar. Heel goed. Hou een rechte rug. 20 seconden. Breng die knie zo hoog mogelijk naar het plafond. 10 seconden. Hou vol. Laatste 5 seconden. En stap op de plaats. We beginnen zo meteen als standbeen met links. Je gaat staan en brengt je handen eigenlijk naar de vloer en komt langzaam terug. Doe maar mee. Doen we 15 seconden op het linkerbeen. En daarna 15 seconden op het rechterbeen. Zorg dat de rug recht blijft. En we wisselen van kant. Heel goed. Zet de knie niet helemaal op slot. Netjes. En stap op de plaats. Hou vol. We gaan door naar de volgende oefening. We beginnen zo meteen met rechts. Voorwaarts. Zijwaarts. Achterwaarts. Ja, doe maar mee. Zijwaarts. En achterwaarts. Voorwaarts. Zijwaarts. Achterwaarts. Hou vol. 15 seconden. Netjes. Ga zo door. 5 seconden. En stap op de plaats. We herhalen deze oefening zo meteen nog een keer, maar dan met het linkerbeen. 5, 4, 3, 2, 1 en start maar. Voorwaarts, zijwaarts, achterwaarts. Netjes. Heel goed. Hou vol. Over de helft. 10 seconden nog. 5, 4, 3, 2, 1. Stap op de plaats. Ga even een vestje uit doen. Krijg er zelf wat van. We gaan zo meteen joggen. Zorg dat je een tempo zoekt wat je 30 seconden door kan houden. Start maar op de plaats. Heel goed. Hou het even vast. Ga ze door. Je zit op 20 seconden. Op de helft. Hou vol. Laatste 10 seconden. Zet een tandje bij als je kan. Heel goed. Kom op. 3, 2, 1. En stop de plaats. Heel goed, we gaan het rondje nog een keer herhalen. Dus we beginnen zo meteen weer met de squat. Knieën. 3, 2, 1. En doe maar mee. Heel goed. Netjes, hou vol.
zit op de helft. Tien seconden. Hou vol. Drie, twee, één. En stop op de plaats. Begin zo meteen met het linkerbeen als standbeen. En breng de arm naar de grond. Drie, twee, één. En doe maar mee. Bij 15 seconden wisselen we weer van been. Netjes, hou vol en wissel van been. Breng je arm naar de grond. Hou hem recht terug. 3, 2, 1 en stap op de plaats. De volgende oefening is weer naar voren met zijwaarts uitstappen en achteruit. En start maar! Heel goed! Hou de tempo vast. Netjes, ga zo door. We zijn over de helft. Netjes, hou vol. 5 seconden. En stap op de plaats. Dezelfde oefening, maar dan met het linkerbeen. In 10 seconden. Hou vol. 3, 2, 1. Start maar voorwaarts. Zijwaarts. Achterwaarts. Voorwaarts. Zijwaarts en achterwaarts. Hou vol. Oh, daar ging de fles. Kan gebeuren. Allemaal live dit. Nog 10 seconden. Hou vol, 5 seconden. En stap op de plaats. We gaan zo meteen weer naar het joggen. Probeer net het tempotje hoger dan de vorige ronde. 5, 4, 3, 2, 1. En start maar. Kom op. Zet het tempo vast. Hou vol. 20 seconden. Kom op, kom op. Zijn op de helft. Ga lekker. Hou vol. 10 seconden. Laatste paar seconden. 3, 2, 1. En stap op de plaats. Zo, dat was heftig, hè? Lekker. Smeet jezelf om. We gaan zo meteen naar de cooling down. We trekken één knie op. En trekken deze door naar de borst. We beginnen met het rechterbeen. Hou even vast. En terugzetten. Even vasthouden. Even vasthouden. En terugzetten. Gaan we naar de linkerbeen. Even vasthouden. En terug. Eén keertje. En even stap op de plaats. Heel goed. Zorg dat je ademhaling weer tot rust komt. De volgende oefening. Voet op heupbreedte. Ga met de rechterarm naar de linkervoet en met de linkerarm naar de rechtervoet. En start maar. Doe het zo ontspannen mogelijk. Breng de adem weer terug naar normaal. Heel goed, hou vol. Laatste paar seconden. Vanuit je bovenlichaam. En we stappen weer op de plaats. We zetten zo meteen het linkerbeen voor en het achterbeen
Het rechterbeen zetten we erachter en we leunen een klein beetje naar voren. We houden 15 seconden vast. Zorg dat de hak plat op de grond blijft. Dan zal je hem voelen rekken. Heel goed. En wisselen van benen. Zet de hak weer plat op de grond. En leun een beetje op het voorste been. En we stappen weer op de plaats. We herhalen het rondje nog één keer. Zorg dat de ademhaling hier zakt. We pakken zo meteen weer het rechterbeen en trekken het een beetje door naar de borst. En terug. Nog een keertje. En weer terug. Laatste keer. En wissel van weer. Laatste keer. Heel goed. Stap op de plaats. Nog twee oefeningen te gaan. De volgende is met de rechterarm naar het linkerbeen. En de linkerarm naar het rechterbeen. Doe maar mee. Zorg dat het een ontspannen beweging is. Zet de knieën niet helemaal op slot. Laatste paar seconden. En stap op de plaats. Wat goed gepakt. We beginnen zo meteen met het linkerbeen voor. En het rechterbeen naar achter. Zorg dat de hak goed op de grond blijft en leun een beetje op het voorste been. Houd het even 15 seconden vast. Heel goed. Laatste paar seconden. En wissel van been. Breda in Beweging werd mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Breda Nu.